Koffiekamer. De smoeder die ging te werk toen de kleisje zeg maar naar de kleuterschool ging. En dan moest ik de sleutel afgeven en dan moest ik, de oudste, de kleisje naar de kleuterschool brengen. Nee, daar ja. Die rang alles niet, maar de koffiekamer zit nodig altijd bij. Ja, en op de film zit je ook bij. Oké, daar zit je ook bij. Ja. Ja, dat zie ik, dat denk ik nou ineens weer aan, hè? Want ja. Ik kom mezelf uit de Sint-Josefstraat en in de Kapijstraat zat ik op de huisartsschool, dus dan ja, langs Nolen, sleutel binnen af. Nolen zat in de Leeuwenstraat. Ja, Leeuwenstraat, dat is allemaal weg. Ja. Dat is zoveel weg, vind ik zo verschrikkelijk hier. Want ik ben al 40 jaar uit Oosterhout weg geweest en weer terug. Maar als je mee wordt gehad, hè? Oh, ja, ik ook. Ik heb zo'n verdriet van alles, een mooie pand van. Of je dochter? Nou. Ja, echt. Ze zegt dat er was. Ja, dat gebeurt. Ja, ik zeg dat er zijn allemaal huizen. Moet je worden? 120 graden. 120 graden. Een hoge suiker, hè? Een hoge, ja. Dat helpt altijd. Dat moet er even niet op naast, hè? Ja, dat maakt niet uit, hè? Doe dat nou op goed geluk? Oh, dit maakt eigenlijk niet zoveel uit, want we koken het naar een temperatuur toe. Dat kennen ze waarschijnlijk, hè? En doordat je het dus naar een temperatuur kookt, het maakt het niet uit. Je kan er dan ook een schep bij gooien, maar dan heb je heel veel. Dan heb je te veel. Nou, hier dus. Ja, gooi nog een beetje bij. Dat is makkelijker oplost. Ah, nou, dat is wel graag. Ja, dan komt het zo lang, denk ik. Ja, die hangt de hele tijd al zo. Dus dan gaat het. Ik vond eigenlijk, nou zie ik dat per stuk gaat, hè? Ja. Ik wil direct een open stellen, hoor. Ik ga eerst wat drinken voor de regen. Ga ik deze sowieso wel even aan de kant zetten? Ja, ja, die is gereserveerd, hè? Wie ja. Was nou wie? Die is voor mij. Oh, dan heb ik deze voor mij. Maakt me niet uit voor de rest. Dat doet hem aan met historische foto's. En wat wil je erop? Ja, dat doen we gewoon zo. Ja, dat is prima. Dat deden wij vroeger ook, ja. Alsjeblieft. Nee, zo enkel. De Belg die dat hier kan proeven. Hè? Ja, eerst proeven. Ja. Wij mogen het niet meer terugleggen. Nee. Misschien nog iets bij nemen. Maar als je met je aanhanger geweest bent. Ja, dan missen wij het niet meer. Hè? Lekker. Die willen niet. En waarom? Hoezo lossen wij? Ja, ik wil wel even die was meer. Ja, tuurlijk. Ze in actie zien. Ja, precies zo.
zo, ga jij het maar één voor één doen. Hij gaat er een kunstwerk van maken. Of is zijn gezicht al genoeg op zitten? Die is bescheiden. Is er nog een beetje bruin? Nou, je mag er best meer bij doen hoor. Ik heb nog niet dat gedrukt. Jij hebt nog geen blauwe. En veel kleurtjes. Normaal is blauw of rood. Blauw als de jongen is. Veel kleurtjes is leuk voor de foto. Ja. Met de petten gaat niet goed. Kijk maar een keer naar Luus. Dan mag je hem opeten. Heerlijk. Oh. Hey. Lekker. Yum yum. Yum yum. Yum yum. Goed zo. Mama, deze zijn lekker. Ja, denk je? Lekker. Oh, zo. Ja, nou. Allemaal lekker. Die kinderen niet. Hier, kom maar. Wil je een handje afdoen? Nee. Mijn vingers zitten bij elkaar, dat doe je aan zijn broek, ja. Nee, ja. Zo. Wil je deze hebben? Niet te veel met een Sjaak? Nee. Ik heb een lippertje. Nou, ze hebben ouders problemen, hè? Ik denk op de vergadering dan misschien of zo van de. De camera wil daar wel eens goed zien. Wat is dit dan besluit, hoor? Ja. Ja, het moet wat. Zeggen, hè? Nee. Dat is mijn oudere broer. Ja, ben je nou aan het wassen? Ik ben nou, wat ik aan het doen ben, je bent een maatschappij van vader. Ja, de mei. Ja, ja, ja. Ben je het aan het wassen? Ja. Ja, dat leuk. Ja, maar dat je terug gaat. Hé, Antonia. Antonia. We houden het om het gevoel natuurlijk, hè? Ja. Ik ken hem mooi zo filmen. Niet eigenlijk. Wat kijken, hè? Ja. Het is allemaal zo simpel, maar ik moet wel kennen. Ja, maar dat is wel alles. Ja, dat is wel zeker. Ja, het is mooi. Ze zijn al veel gemiddelijk. Oh, mooi. Kijk, hier ligt jouw evenbeeld. Oh. Ik durf het niet te zeggen. Ik wel. Het zijn december. Nou, dat kan ook buiten december, meneer. Hier is het kerst. Knap, hè? Hier ben je nou pas knap. Nageltjes. Alles is op in de hand. Ja, ja. Ja, dan moet er wel iets, maar dat is niet de bedoeling. Nee, dat hebben we het al aan mijn zus gegeven. Ja? En nou mocht ik toch binnen, want dan zijn we met drieën. Dus. Ja, zeker. En dan van het snoepwinkel, ja, was de dag dat ik het was. Ah, ja, nou, jammer omdat ze dat tegen mij zeiden. Ja, ja. Ja, ja. Want jij hebt meer als een ton gewerkt, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, de vrouw is hier, mijn zus. Ja, ja, tot ons zeker mee in te gaan, zeg. Ja, ja, ja. Dat is ja. Tony ook hier in de buurt. En Derek ken ik ook wel zo natuurlijk. Nou, we hebben er goed dingen aan besteed, hè? Ja, ik ben er niet geweest. Ja, ja. Maar ik heb wel op Facebook en alles zien. Oh ja, ja. Ik ben vriend geworden met jou, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dan krijg je veel aanmeldingen. Dat zijn er te veel in één keer. Ja, ja.
Leuk jongen. Ja. Ja. Fijn dat je er bent. Oké. Maar vroeger ging het in één of Sinterklaas bij. Dat was volop maatschappijn, hè? Ja, maar dit was allemaal duurder natuurlijk. Ja, het was meer die suikerbeestjes. Ja. Ja, en die dingen. Die, en chocolade dingen. Fondant. Ja, fondant. Echt waar. Echt. Komt je aan. Ja. Ja, maar ik heb... Nou, ik denk, dat zit niet goed aan boven, dacht ik. Wat doet je nou nog wat? Nou weet ik allemaal maar erbij geven. Mutsje? Ja. Wat beste. Mooie groene muts. Nou, het was wel mooi. Nee, ik moet er zo dikker aan denken. Ik moet er zo dikker aan denken. Nou, zij zit... Mooi. Zij niet. Ja, echt mooi. Oh, dankjewel. Zo, sta ik er goed op, jongen? Ja. Ja, ik heb een clown gekocht. Ja, voor jou. Heb je gezien? Ik dacht voor jou was. Ik zeg, die lijkt wel op Wil. Ja. Nou, Nadine, toen, hier was je huiskamer, maar dit was toen daar de huiskamer. Ja. Maar van 1947, 1948. Toen die beestjes geboren was, toen hebben ze verbouwd. En die was niet, nou, die is net zoals lekker. In de naam des konings. 1852. Zo lang bestaat dat. Ja. In de laag hadden ze deze dingen voor de Chinese toestandjes. In het begin dacht ik nog wel eens, zal ik eens opnieuw beginnen met iets? Ja. Dat heb ik niet gedaan. Klein stukje gaat ook. Oké, dat zijn ze nog altijd. Ik lust niks, hè. Hey Theo, ja. Kun je iets leuks vertellen van de bakkerij? Ja, nou moet ik maar zeggen, ja. Ik heb veel geleerd op school, maar dat mocht van thuis niet, hè? Nee. Dat is allemaal ouderwets, hè? Ja. Maar dat was niks. Maar hoe lang ben je bakker geweest? Tot mijn... Ken jij Theo? Ja, dat is mijn eigenlijk, ja, wat is het? Neef. Een beetje een achterneven. Achterneven, nee. Zijn pa en mijn opa waren broers van Apen. Ik heb hem al gevonden. Oh, die wil ik niet hebben. Mijn opa's thuis. Heb jij gezien dat Gerry wel ook hier is? Gerry en Jo? Nee. Zijn die hier, hè? Gerry en Jo. Ga je al? Doe naar feest. Oh, dat en dat ook maar tot 5 uur. Oh, dat was plat daar. Maar ja, hij was aan het vertellen van de bakkerij. Ja. Oh, van de bakkerij. Oh, sorry, ik ga. Nee, joh, ik knip het er wel uit. Hij geeft me niks. Want ik zeg net tegen die meneer, alles zeg ik mot van thuis, dat doet niet waar. Nee. Dus hier, ik moest het in, dus die de wagen ging toe, dus ik was meester bakker bij hem. Oh, echt wel? Toen ben ik daarna, ben ik aan het directeur. Bij Wim Homer ben ik geweest. Ik weet niet hoe lang. Maar die hebben mij eigenlijk daartoe gedwongen. Ja, ja, ja. Ja, het eerste. Ja, het eerste. Papierentaal. Maar je was al meester bakker. Dat was ik al, ja. Ja, ik dacht, nou, ik moet het wel afmaken, want als het is niet lukt, dan moet ik toch iets hebben. Ja, dat is waar. Ja, dat moest je van doen, hè. Geen keuze. Hij bakken, hij wil bakken. Ja. En ik val er aan, dus stekken. Alles werd geleerd naar school. Dat mocht ik thuis niet doen. Ik me niet. De dag van de vrijdag, dat was hij weg. Toen werd gelijk de bak ingegooid. Ja. Nee, maar Kees is ook nog. Leeft nog? Kees leeft ook nog, ja. Die tot het lessen heeft hij in de bakkerswereld gezeten. Ja. En die woont ook in Oostraat? Die woont ook in Oostraat. Die woont in het appartement waar tegenover de BBA-station. Oh, daar. Ja, die heeft, ja. Maar nooit in de winkel gestaan? Nee, want mijn moeder ging toen dood. En toen is de winkel die is gestopt en hij bleef alleen maar bakken. Ja, we redden dan alleen maar aan de bakkerij heen. Ook niks, hè? Ja. Ja. Gestopt. Ja. En toen kwam ik
in de elektronica terecht. Ik zeg, en toen kwam ik in de elektronica terecht. Ja, ja. Ja. En dat was eigenlijk wel mijn ding. Ja. En dat heb ik tot de 70ste jaar gedaan. Ja. Mooi. Wat is het? Nou, dat is een. 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 Dat is